Hey bij mij, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Laten we beginnen! Yay, een nieuwe video! Oké, ik ben even een paar dagen echt super slecht bezig geweest met vloggen. Het spijt me enorm. Maar ik ga het vandaag weer oppakken en we beginnen dat ik eventjes laat zien wat ik gisteren heb gedaan. Ik heb namelijk mijn oude pc helemaal opnieuw geïnstalleerd, zodat mijn ouders die pc kunnen gebruiken om te streamen, niet om te streamen, om gewoon, ja, om hun dingen te doen. Ze hadden een hele oude Windows Vista pc en nu ga ik dus eventjes laten zien hoe mooi ik mijn oude game pc heb omgetoverd tot een fatsoenlijke pc voor hun. Deze is ook heel blij, want wij hebben 30 dagen samen gestreamd. Hè? Je hebt iedere dag meegedaan, hè, kleine? Ja. Maar dat zit er nu op, dus ik heb wat meer tijd voor andere dingen zoals YouTube. Dus verwacht nou wat meer video's op mijn kanaal ook. Wat ben je aan het doen? Dit gaat fout. Domme kat ben je. Ik heb al een foto van de toen mijn opa en oma 60 jaar getrouwd waren met de hele familie. Even inloggen. En dan heb ik voor achtergrond ons gezinnetje. Nou, dan heb ik Word, PowerPoint, PowerPoint, Excel, Spotify en Chrome geïnstalleerd. De drivers geïnstalleerd. En een virusscannertje. En nu is die eigenlijk ready. Ik ga een mooi pakketje voor papa en mama maken. Ik geef denk ik dit. Mijn oude keyboard geef ik aan hun. Nee, die is van Koelemaster. Ik heb zelf nu van Logitech. Ik heb ook mijn muis van Logitech en zo. En dan heb ik nog een superleuke roze muis. Die ik in Shanghai had gekregen met een roze muismat. En die geef ik dan ook aan mijn moeder. En dan heeft ze een mooi computertje. Met rode lichtjes. Nou, die is dus weer helemaal klaar. Die ga ik nu afsluiten. En dan ga ik mijn eigen... Hallo. Ga ik mijn eigen scherm weer aansluiten. En dan even de kabels weer wegwerken. Want die heb ik allemaal losgetrokken. En dan kunnen we vanmiddag weer lekker streamen, again. Oké, ik ben even wat uurtjes verder. Ik heb alle mailtjes beantwoord die er stonden. Ik had namelijk de 30 dagen challenge gedaan. En het was heel erg druk voor mij. Dus ik was wat minder snel in het mailtjes beantwoorden dan dat ik normaal ben. Oh, kijk niet naar mijn nagels hoor. Die gaan we ook nog doen deze week. Maar in ieder geval, de mailtjes zijn volgens mij allemaal beantwoord. Of ik heb er weer een paar gemist, want dat gebeurt ook nog wel eens. En nu had ik me even aangekleed. En ik ga even laten zien wat ik aan heb, want dit heb ik niet vaak aan, deze trui. Terwijl het wel een hele lekkere trui is eigenlijk. Ik ga het even in de spiegel laten zien. Kijk, ik heb dus deze trui van Levi's. Die is echt al een paar jaar oud. Had ik toen een blouse ook bij, maar daar had ik nu niet zo'n zin in. Maar ik ga op de fiets zo, dus ik dacht, trek even een lekker truitje aan. Vandaar deze. En dan deze lichte jeans. En dan ga ik nog mijn Timberlands hakken laarsjes aandoen. Nagini wil er ook weer op. Voor mij is het dus eventjes tijd om voor Nagini vlooien spul te halen. Zij gaat niet naar buiten, dus het is niet zo belangrijk dat zij vlooien spul krijgt. Maar niet vergeleken met katten die wel naar buiten gaan. Maar er kunnen mensen wel vlooien mee naar binnen nemen onder hun schoenen en zo. Dus vandaar dat ik ga even vlooien spul halen. Ze heeft volgens mij geen vlooien, want ik kan het vaak wel voelen. Maar af en toe zit ze wel een beetje te krabben. En soms is ze heel erg spastisch aan het bewegen. En dan denk ik, zou ze toch vlooien hebben? Dus voor de zekerheid ga ik nu even gewoon vlooien spul kopen. En ik dacht, ik ga op de fiets. Want de rest van de dag is het vooral achter de computer zitten. En eten koken en zo. Dus dan leek het me wel verstandig om eens eventjes de beentjes te strekken. Dus dat gaan we lekker doen. Hier heb ik het gehaald. Bij ons in het dorp. Adrie's Dierenshop. Dit is de die ik gehaald heb. Voor poezen. 18 euro. Kunnen ze 3 keer mee doen. Thank you.
In de tussentijd heb ik prijskotel. Normaal moet dat met gehakt, maar ik heb het nu met gyros, kipgyros gemaakt. En hier, is het heet? Ja, een beetje heet. Snel, quick lookje. Franse uiensoep gemaakt. Dus het avondeten is al klaar. Het is nu, hoe laat zal het zijn? Nou, nog geen 12 uur. Dus ik heb lekker nog de hele dag om te streamen. En dadelijk nog heel eventjes wat voor te bereiden voor video's. Hey, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 20 augustus. En ik was net bezig met mijn stream op aan het starten. Ik heb heel veel zin om te streamen. Ik ben helemaal verslaafd aan Teamfight Tactics. En mijn camera deed het opeens niet meer. Ik kreeg echt een rolberoerte. Ik dacht, no, dit kan niet. Maar gelukkig, ik heb alles even unplugged en weer ingeplugd. En toen deed hij het ineens weer. Super random. Maar goed, ik ga nu tot een uur of drie streamen. Dus dat is niet zo interessant om te vloggen natuurlijk. Maar daarna ga ik gezellig tennissen. Ik heb een wedstrijd met Marcel. En ik hoop dat ik dit keer mijn vlog niet ga vergeten tijdens het tennissen. Dus ik zie jullie na de stream. Mijn fijnste sport-BH, die zit in de was. Die heb ik altijd onder mijn tennisskleren aan. En nu heb ik dus deze sport-BH aan. Die op zich wel lekker zit. Alleen, die is heel breed. Je ziet alle lijnen zitten. En ik heb altijd nog een gewone BH eronder. Zodat het echt strak zit. Zodat het niet allemaal gaat schudden. Niet dat ik zoveel heb dat schudt. Maar dan vind ik gewoon fijn. Een gewone BH en daarover een sport BH. Dan kan ik echt zo hard lopen als ik wil. En dan gaat niks vervelen of pijn doen. Alleen het ziet er niet uit nu. Dus ik denk dat ik toch iets anders. Dit shirtje heeft ook zo'n super open rug. Dus het is heel raar als je hier heel veel bandjes hebt lopen. Alleen die kruis zit wel precies daar. Daarom had ik deze aangetrokken. En dan zitten mijn tennis sokken zijn ook in de was. Beetje probleempje. Ik heb wel mijn haar al in de haarlak zitten. Ik weet niet of je het kan zien. Echt heel strak. En ik heb zo'n plukje. Ja, dit zit nu strak met haarlak ook naar achter. Maar dat gaat sowieso los later. Maar dit moet ik nog even fixen. Oké, dit wordt hem jongens. Dit truitje. En ik heb toch mijn sport-BH uit de was gevist. Lekker smerig. Maar dan staat het gewoon het beste. Ruikt het hier ook? Je ruikt helemaal niks, jij. Oh, okay. Je ruikt je bovenlip. Nee, je ruikt jouw bovenlip. Sportkamer. Oh, dan ging je het zegt hij allemaal, hè. Zit hier te donderen. En sokken. Ik heb één visa aan en deze gewoon. Ja, maar ik heb te weinig sportkleren. Nicky? Ja. Wat is dat mijn schuld dan? Ja, kom je vandaag kijken bij tennis, want dan kun je even vloggen. Ja, dat kan misschien wel. Oké, nou. Ik ga niet jullie horen het, Nicky belooft dat hij komt tennis kijken. Ik zeg nog, ik ga het niet beloven. Ja, wel beloven, dat is super lief. Nou, dus vandaag krijgen jullie mijn tennis skills te zien. Heb je al een tijd niet zien? Nee, ik vergeet het steeds. Dus als je nou het iedere keer aan me vraagt, hey, vlog je nog? Dan vergeet ik het niet. Hey, vlog je nog? Jongens, ik ben op de tennisbaan met Laura. Ik heb niet met Laura getennist vandaag, nee, maar wij tennissen wel vaak. Ja, we gaan straks competitie samen spelen. Dus dit is Laura. Dus ik vind het altijd leuk als mijn vriendinnen in de vlog komen. En ik heb het nu met Marcel. Marcel, vind je het erg om in de vlog te komen? Nee ja. Dit is Marcel. En wij hebben gewonnen. Het was een poep en een skate. Toen waren we het wel blij dus met een skate te vloggen. Maar het was dus, ja, we hebben 6-1, 6-2 gewonnen. Dus het ging weer soepeltjes. En nu staan we zaterdag in de halve finale. Pam, pam, pam. Vet spannend. En nu gaan we nog even tossen. Want Laura en ik doen dus volgende week het toernooi samen. En wij moeten oefenen samen. Dus we willen winnen. Ja, we willen winnen. Wow! Goedemorgen, woensdag. En woensdag betekent poetsdag voor mij. Huisopruimdag. Ik heb zoveel last gehad van mijn maag vannacht. Dus ik heb een beetje een slow start. Ik dacht, ik ga niet meteen beginnen met poetsen. Dus ik heb vanochtend een highlight video gemaakt voor YouTube. Daar ben ik dus vanochtend mee bezig geweest. Het is nu 10:10 en ik ben bezig met de was. Daar ligt een hele stapel opvouwwerk. De afwas, die moet ik wel even uitzetten, anders is het echt veel te vol. Kijk, het is echt een troep. Dan ga ik nog streamen. Verder met de was, want er zijn heel veel wasjes. Dan naar mijn ouders. De computer installeren, wat ik al had laten zien in het begin van deze video. Of zelfs de vorige video. Gaan we de computer daar installeren.
eten. Neem ik een bakje mee voor Nicky, dan hoef ik niet te koken. En Nicky ook niet, dus super fijn dat mijn moeder dat wil doen. En dan ga ik poetsen bij een vriend van mij, die heeft ze verhuisd. En die is bijna klaar met zijn hele huis klussen. En nu moet de keuken gepoetst worden. En tja, dat kan ik wel, dus daar mag ik voor komen. En dan daarna heb ik nog een tenniswedstrijd om 10 uur 's avonds. Echt super laat. Dus misschien dat ik ergens tussendoor nog een tukje ga doen. Maar ik dacht, ik ga wel even weer mijn vlogcamera erbij pakken. En jullie alles laten zien op deze drukke... En sommige dingen zijn een beetje saai. Saaie dag. Maar ook leuke dingen. Dus, let's go. Als eerst ben ik omgekleed. Deze broek, ja, ik vind hem heel leuk. Maar ja, het is wel een beetje een statement dingetje. Ik ga even een fotootje maken. Want ik heb ook al even geen Instagram foto's gemaakt. Kijk, dit is mijn hoofd op het moment. Maar gaan we gewoon doen. Ja, ik ga even een Instagram foto maken tussendoor. Oké, ik heb dus die foto gemaakt, ingepland op Instagram. En toen heb ik weer op de klok gekeken. En het is nu 27, het was net 12. Dus dat betekent, als ik goed kan hoofdrekenen, kost me dat 15 minuten. Dus mocht ik bezig zijn met een foto voor Instagram, dat kost me dus 15 minuten per dag. Nou, dat valt wel mee, toch? Dat vind ik nog wel... Dat valt wel te doen. Maar goed, nu is die 15 minuten verstreken. Nu ga ik wel meteen door met de afwas en de was en alles wat er gedaan moet worden. Dus let's go. Nou, de afwas is gedaan. Nu tijd voor de was op te wassen.
Ik ben aan het streamen en de guinea gaat altijd zo liggen dat ik de buik moet aaien. Oh, lekker ding. Zo, de stream zit er weer op. Was kei gezellig. Ik ben inmiddels goal 2 op Teamfight Tactics. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Nu ruim ik even dit op. Want ik eet altijd bij de computer tijdens mijn stream en drink. Dus dan ruim ik altijd even op. En dan ga ik jullie laten zien wat ik allemaal mee ga nemen naar mijn ouders. Voordat ik dat doe, wil ik jullie even laten zien wat er gebeurd is. Ik had de gekleurde was gedaan. De droger staat nu aan, vandaar het lawaai. Maar ik heb dus een shirtje van Nikki verwassen. En daar baal ik wel een beetje van. Ik had gekleurde was gedaan. Daar had ik dit shirt in gedaan. Van Nikki. En ja, op de camera kun je het nog niet eens zo heel goed zien. Maar dit is dus een beetje grauw geworden. Dat witte vlak. En dit roze vlak ook. Het is niet meer zo fris als dat het was. Maar ik had het in de gekleurde was. Maar moet het dan in zwart, wit of gekleurd? Ja, ik vind het heel moeilijk shirt. Maar goed, het is dus nu volwassen. Dus ik ga even een foto maken voor Nikki. Dat hij weet hoe het eruit ziet. En dan hang ik het maar op om te drogen. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ben nog niet aan het wegrijden. Dus ik dacht, ik kan nog eventjes vloggen. Ik dacht, het is helemaal niet handig om te laten zien wat ik allemaal meeneem naar mijn ouders. Ik laat het wel zien als ik daar ben en aangesloten heb. Dan is het veel beter. Dus ik ga nu naar mijn ouders toe. Let's go! Ik heb de was helemaal gedaan. Er zit een wasje in. Ik hoop dat Nikki snapt dat die dan ophangt als die klaar is, als die thuis komt. Maar anders doe ik het straks zelf. En nu even die computer aansluiten en eten bij mijn ouders. Oké, dit is de zolder van mijn ouders. Ja, typisch zolder. Dit is het plekje wat ik ga vervangen. Ik heb dus mijn oude schermen al hier neergezet. Zij hadden eerst een 24 inch scherm ook van mij. Alleen die paste dus heel goed bij mijn nieuwe setup. Dus die heb ik gestolen. En deze heb ik er 2 teruggegeven. Deze dikke Apple PC. Is geen Apple, jongens. Mijn ouders hebben die dingen erop geplakt. Die gaat weg. Alles gaat weg. En jullie zien het eindresultaat. Zal ik even een mooie magic trick doen? Er was nooit tevoren. Tadaa. Setup, ja. Dat had ik net niet op vlog. Nou, ik heb het niet van de vreemde, het knoeien. Maar dit is natuurlijk de echte reden dat ik bij mijn ouders ben. Lekker mee eten. Barbie ketchup. Mijn favoriet. Nou, ben ik bij mijn ouders. Heb ik eventjes met mijn vader naar de Lidl geweest. Want ik zocht nog tenniskleding. En ik dacht, ja, ik heb zoveel toernooien en zo. Iedere keer moet ik tegen de klok. Ben ik bezig om alles gewassen te krijgen. Als ik 3 wedstrijden in een week heb, heb ik niet genoeg kleren. Dus ik dacht, ga even wat spulletjes erbij kopen. Nu was ik dus bij de Lidl. En daar hadden ze vet leuke broekjes. Ik weet niet of het tennisbroekjes zijn, maar er zit zo'n broekje in. En dan kun je dan de balletjes in doen. Dus dat is super handig. Ik weet niet of het als tennisbroek gemaakt is, maar het werkt heel goed als tennisbroek. Dan heb ik dit shirtje ook bij. Dus deze bij die lichte, vond ik wel leuk. En dan heb ik ook nog een zwarte variant hiervan. Dus zwart met een zwart topje. Dit is dezelfde als die, volgens mij, maar dan zwart. En dan heb ik ook nog deze zwarte. Met aan de achterkant kun je het zo knopen. Zo. En omdat ik een toernooi met Milou doe, dacht ik, weet je wat? Milou heeft hetzelfde maatje als ik. Dat koop ik voor Milou het ook. Dan hebben we hetzelfde pakkie. Dus ik ga het nu even passen hoe het eruit ziet. Ik heb helemaal aan het vloggen. Maar dit is het shirtje wat ik dan samen met Milou draag. En dan dit broekje, maar dan in het wit, heb ik samen dan met Milou. En deze heb ik gewoon nog extra erbij gekocht. Kan nooit kwaad, want je kunt hieronder dus heel makkelijk de ballen doen. Super chill. Ik ben wel blij met mijn aankopen. En dit alles, hè, voor 2 personen. Dus 3 broekjes, 4 shirtjes. €37. Alles bij elkaar. Kost echt niks.